Gisteren in De Bondgenoten. Het vertrek van Kim en Melanie betekent het definitieve einde van de vorige cyclus. Bo schakelt direct door en wil de nieuwe graag beginnen met een schone lei. En dus is het tijd voor een gesprek met Eduardo en Robert. Word wakker, lieve jongen. Iedereen speelt een spelletje. Neem alsjeblieft dat beeld van gisteren voor je. Dat je zegt maar mensen geloven met het. En iedereen zegt hier, nee Bo, ze gunnen het je niet. Ik hoop dat je inziet dat het niet echt zwart-wit is zoals jij het ziet. Het is echt een flow. In totaal zijn er 5 bondgenoten vertrokken. En dat betekent dat Jan 5 nieuwe spelers naar binnen brengt. Rick. Heel strijdlustig. Denise. Ik ben gezellig en ik geef nooit op. John. Ik hou van hoogtes, vind ik gewoon te gek. Chelsea. Ik ga graag naar de sportschool. En dan als laatste Gerrit. Ik doe eigenlijk van alles wat een beetje op mijn pad komt. Het vormen van nieuwe bondgenootschappen kan snel gaan. 4 ervaren spelers komen samen en gaan deze cyclus strijden als de haaien. Wat damn! Gaan we echt? Ben je samen of toch alleen? Zie je door de leugens heen? Iedereen speelt zijn eigen kaart. Wat zijn echte vrienden waard? Vertrouw ik jou? Vertrouw je mij? Sta je aan het eind nog aan mijn kant? Vertrouw ik jou? Vertrouw je mij? Ben je straks een vriend of een vijand? Welkom bij de Bondgenoten. Ja, ik kan ook nog wel eens geluid maken, maar dan... Goed, ik heb al dopjes meegenomen. Oh, dat is... Welkom in de gierenkamer. Oh, wat dat leuk hier! Okay. Oh, ik haat mijn koffer uitpakken met heel mijn ziel. Echt, vind ik vreselijk. Alles wordt gejat hier. Ja, je kan je spullen in de badkamer, zie je straks, in je toilettas neerzetten. Als ze het zien liggen, pakken ze eruit. Oh, zijn jullie al blij dat jullie niet meer met meedoen? Oh my god, ik zeg het echt... En dan ook nog samen met 2 homies. Dit wordt echt het leukste bondje, ik zeg het. Vertrouw niemand. Nee. Serena, heb ik daar tot nu toe gelijk in gehad of niet? Bijna. Altijd? Nee, bijna. Wanneer niet dan? Ik vertrouw Nick. Nee, ik ook niet. Jawel. Nee. Davy? Je praat echt heel veel. En dat kan ons echt aan nek, hoor. Daarom. Dus ik denk dat we een beetje sommige dingen niet met hem moeten bespreken. Daar gaat ons dan echt zwaar naaien. Daarom. Oké, mooi dat we het daarover eens zijn. Beste deelnemer. Met het aanpasbare matras van MadSleeps kan jij de hardheid van jouw matras zelf bepalen. Door de laag te draaien maak je jouw matras harder of zachter. Slaap lekker. Oh, goud. Gezellig. Kijk, dit is de ene kant. Dit is dan zo. Ah, en dit is dan de zachte kant. Moet je eventjes liggen. Oh ja. Oh. Ah. Dit is echt chill. Ja? Voel hoe dit voelt. Oh, ja, is beter, hè? Ja, lekker. Dus mij gaan wij zo lekker slapen vandaag. Oh, ik heb gewoon nu al zin om te gaan slapen. Ja, Susie! Wajo! Oh mijn god! Ah! Jongens! Oh mijn god! Oh, dat het eten er al is, joh. We eten sushi. Echt? Oh mijn god. Niet! Kijk. Heb je er zin in? Oh, lekker! Zullen we even met z'n allen proosten op de nieuwe cyclus? Ja, jongens, proost! Proost, jongens, nieuwe cyclus! Woehoe! Beginnen we met een satéetje. Ach, lekker. Ik mis alleen de witte wijn. Maar ja, we moeten niet zeuren. Bo is altijd degene geweest die de nieuwe groep bij elkaar riep voor de nodige huishoudelijke mededelingen aan het begin van de cyclus. Maar hij heeft zijn taak deze keer doorgegeven aan Davy. Okay. Top, man. Gaan we doen. Ja. Thanks, Bo. Yo. Kijken of ik geen Tia krijg tijdens het spreken. Nee, joh. Komt echt helemaal goed, joh. Los van de zenuwen neemt de kerstverse ceremoniemeester de touwtjes meteen strak in handen. Even kijken, hoor. Doe maar hier zo. Ja, bij die vlek. Hier. Ja, zo. Ik vind het spannend, man, Lo. Help me, sta me bij. Ik ga heel veel kritische vragen stellen. Ja. Ik zie het helemaal niet zitten, Robert. Ja, maar wat ga je allemaal doen? Maak je het gewoon ingewikkeld? Nee, het wordt ook niet ingewikkeld. De Davy-show van maken. Nee, ook niet. Daar heb ik al een maand ellende. Ook niet. Iedereen loopt ook al weg. Kun je niet... Ja, ik weet niet. Lekker... Ik heb 5 minuten. Ja, ja. Jezus, ik zit helemaal klaar hier, Ro. Kai, Sam. Kan
Nou, dan gaan we over met leuke dingen. Natuurlijk zijn er 5 nieuwe mensen bijgekomen. Plus voor de... Daar ga je al. De boodschappen, die willen we 1 persoon voor aanwijzen in ieder bondje. Zodat diegene bij de hoofdpersoon kan komen om een akkoord te geven voor de boodschappen. Goede aanpassing. Ja? De corvée-taken. Dat is meer voor de nieuwe mensen, denk ik. Hangt een lijstje bij de keuken op het glasbord. Hangt er een lijstje met keuken, sporten boven woonkamer en badkamer. Mag ik daar even iets op inhaken? Als we allemaal corvée doen en zo, dat je af en toe eens geen zin hebt om de woonkamer te dweilen. Want dat hoeft niet elke dag. Maar wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, is wel de toiletten iedere dag. En de douches. Ja? Kom goed. Okay. En door. Oké. Kom, praat even met Chess. Je zit hier. Kom. Ja, maar ik krijg standaard. Leg het daar goed uit, joh. Nou, hij is nieuw. Kom op. De koelkast en de. Komt kom, goed. De confidence. Tijdens het eten niet schreeuwen, bla bla bla. Want dat kan sommige mensen verstoren tijdens het doorslikken van hun eten of zo. Ja. Nee, maar dat. Uit de vorige maand komen gewoon irritaties uit. Gestapt. En dat was hem. Ja. Toch? De eerste avond van de nieuwe cyclus is het altijd feest. En daar hoort natuurlijk ook het nodige lekkers en muziek bij. Want aan het begin van de strijd is er heel even voor ieder wat wils. Feesta! Moet ik iets dragen alvast? Of even wachten tot alles af is? Ik zou het nog niet neerzetten, want dan is het op. Ja. Yeah! En wie staat er weer bij de kaas? Ik ben aan het zorgen dat het netjes verdeeld wordt. Anders gaan ze 1 hol en dan is het weg. Snap je wat ik bedoel? Ja. Wel lekker allemaal, hè? Hoppa, 1 voor de plank, 1 voor de mond. Dat is een flat. Ik weet dat ik zelfs niks krijg zodra ik hem daar neerzet. Ja. Toch, dat weet ik. Je hebt gelijk, kom hier. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ja, we gaan proberen het jullie moeilijk te maken, denk ik. Ik zou het gewoon neerzetten. Maar dan is het zo op, dat weet je. Ja, maar... Het is asociaal als het meteen op is. Proost allemaal! Proost! Volgens mij weet één dat ze knap is en de ander weet het niet zo. Denk je niet? Ze is ook knap. Ik krijg het heel lastig deze maand. Maar wat denk je dat zij wil dan? Nee, dat is... maar eerlijk. Wie? Oh, nee. Wie? Er straalt echt domheid uit, sorry. Is leuk voor jou? Denk je dat ze bij ze zitten? Ja, denk ik wel. Ja, denk ik. Ja. Ik denk het ook, man. Ja. Ze is heel schattig. Ja, man. Het is echt een soort match made in heaven. Ja. Maar ben je dan... Ben jij bi? Nee, ja. Hoor, ja, dat was... Ik zag er gewoon denken, wat ga ik zeggen? Ja, maar ik val op energie. Op innerlijk? Nee, ja, gewoon ja, op allebei. Ja. Op personen, ja. Mensen. Ja. Wij zijn mensen. Ja. En wel vet dat je daar zo open over durft te zijn. Tuurlijk, ja. Ja. Toen zijn foto op het scherm kwam... In het dagelijks leven werk ik in het ziekenhuis als verpleegkundige. Toen zag ik dus aan zijn verpleegsterjasje of zo, hing dus een soort regenboogsleutel aan. Hij is het ook gewoon. Dus toen dacht ik al... Ja. 1+1 is 2! 1+1 is fucking 2! Hij is toch een sixpack. Ik moet echt gaan sporten, man. Woe! Oké. Nu word ik echt awkward. Nee. Zou het wat zijn als hier de man van mijn droom ontmoet? Nee. Bezig. Nee.
fijn met het pondje waar ik in zit. Ja, het is echt fijn. Maar ik heb wel dan het gevoel alsof ik iets te bewijzen heb. Niks te bewijzen? Nee, weet ik, maar ik wil gewoon laten zien dat ik een shark ben. Dat je een aanwinst bent. Ja. En wat vind je van jouw pondje? Ja, ik vind het stuk voor stuk gewoon lieve, leuke mensen. Ik voel natuurlijk wel heel erg dat er veel op mij gaat aankomen in deze cyclus. Qua spellen? Qua spellen denk ik dat we eigenlijk wel goed zitten. Dat ik wel veel zelf ga spelen. Dat denk ik ook. En dat vind ik ook wel leuk. Beste deelnemers, jullie hebben 3 minuten de tijd om te verzamelen voor het spelscherm. Wat is dit dan? Kan toch niet nu? Kan weer helemaal zwak worden. Jan staat er. Hou op! Is het echt? Wel lekker vroeg. Hoe laat is het? Hoe laat het is? 6:03. 6:03? Morgen. Ik heb het idee dat ik dronken ben. Ik vind het wel leuk hoor. Geweldig. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het was een kort nachtje. Het is nu, om precies te zijn, 3:12. En we gaan de eerste verdienopdracht van deze cyclus spelen. Hey. Elk team moet zo lang mogelijk een ballon in de lucht zien te houden. De ballon moet continu overgespeeld worden tussen minimaal 2 deelnemers van een bondgenootschap. Je mag wel zo vaak van deelnemer wisselen als je wilt. Maar zolang je team in het spel zit, wordt er door niemand van het bondgenootschap geslapen. De ballon mag alleen het lichaam raken. Dus niet de bank, niet de tafel, niet de vloer, niet een lamp, niet de muur. Alleen maar de mensen die aan het overspelen zijn. Als je ballon knapt, om welke reden dan ook, lig je uit het spel. Je blijft binnen deze woonkamer en je mag de ballon ook niet 2 keer achter elkaar raken. Er moet iemand anders tussen hebben gezeten. Het team dat het slechtste doet, krijgt niks. De derde plek is 50 punten waard, de tweede 100. En wie er het langst weet te overspelen met een ballon, die 250 punten voor zijn bondgenootschap. Jullie krijgen nu per bondgenootschap 1 ballon. Doe er voorzichtig mee, want kapot is kapot. Ik wens jullie heel veel succes. Heel veel plezier ook. Dankjewel. We gaan beginnen in 3, 2, 1. Dat is start. Pas op voor die lampen. Voor de lampen. We gaan met z'n vieren. Weg hier. Zag je, wagen. Niet vangen, hè? Hoger. Dit is zo dom. Ja, ik word hier ook een beetje simpel van. Ja, was wel even lekker wakker zo, hè? Ik hoorde dat jullie niet. Dit kan niet, toch? Ik zit in psychose. Niet te hard. Ho. Los. Zo hard. Voel me sterk, jongen. Voel me sterk. Zou je daar staan? Wat? Zou je daar staan? Nou ja, misschien straks. Nee, ik krijg error. Gooi hem omhoog. Ja. Oké, top. Beter dat je het gewoon deed, want ik kreeg echt error. Skia. Boem, 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 boem. Skia. Het is in love with Coco. Dit is echt intens, heftig. Ik voel nou eens weer druk op mijn schouders, jongens, dat ik hier sta. Ik voel dus me dit hier. Heb je daar ook last van? Nee. Ik ben benieuwd wie is eerste. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Kijk, dan zijn natuurlijk. Daar moet je voor waken, dat je de concentratie verliest. Hè. Dan gaat om maar 1 keer even dat je het niet hebt, zoals hun ook doen. Bang, bang, bang. De laag in 7, terwijl die jij voor de tram ging. Ben je ook af? Waagt als je je ogen dicht doet, Kai. Ik zie mensen ook te veel de fout maken dat ze tussendoor gaan zitten chillen. Als je even gaat liggen of verslapt, ben je weg. En besef, hè, er is een team dat dit voor 0 punten aan het doen is. Serena, wat ben je nu, joh? Ja, maar we zijn dit oprecht al
drie uur aan het doen. Ja. Is er niks scherps aan je armbandje, Kai, of wel? Ja, wel. Wel. Kijk, het is wel licht. Ja. Het is nu 8 uur. Ja, zo. Doe, go. Nog eentje. Ga maar. Hoe kan het dat hij bij de dingen van die gevallen is bij de gieren? Geen idee. Ligt dat echt aan ons? Nee, want die van ons is ook nog steeds omhoog, toch? Ja, de. Jullie kunnen eten, hè? Eten. Lekker, man. Wat we dan even gaan doen is één om één eten. Dus één blijft hier, voor de uitkijk. Twee blijven met die bal bezig, met die ballon. En dan roleren we elkaar af. Vind ik prima. Ja? Ik ben echt benieuwd hoe lang dit zich nog gaat trekken. Maar echt. Ik vrees het ergste. Ik ook. Mm-hmm. Niemand wil opgeven. Zo. Even snel eten, even douchen. En dan ga ik weer staan. Vorige keer hadden ze ook zalm. Alsof je een pot damesvoetbal kijkt. Alleen komt hier wel elke bal aan. Oh, heerlijk. Dat hadden we afgesproken. Iemand moet er echt bij blijven. Dat kan niet. Jongens, wat hebben we nou afgesproken? Eentje blijft hier. Ja, dat zegt hier eentje. Roets en weg was. Eentje blijft hier, hè? Ja, jij was weg. Ja, ik ging eten. Ja, alleen zij zat daar ook nog, hè? Maar alles is voorbij. Je nam haar weg van mij. Wat een vriend, ja, wat een vriend. Was jij voor mij? Oh, nee, de grap. Ik ga naar bed. Wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Weet niet. Ik sloeg hem en hij viel op de grond en ik kon hem niet twee keer aanraken. Dit was echt... Oh, jongens, nee. Kom, we gaan even naar boven. Zo. Goed maar, kind. Oh, jongens, jongens, jongens. Oké, dit is even een bittere. Dat is zeker een bittere. Zo zonde, zo zonde. Ja, sorry, guys. Ik kan het gewoon even niet beseffen. Echt balen, deze had echt kunnen winnen gewoon. Zuur, zuur, zuur. Toch een gevalletje focus. Ja, en dat vind ik wel lastig. Ja, ik kan ook gewoon niks meer zeggen dan sorry. Dit is gewoon echt verschrikkelijk. Nee, oké. Je hebt wel ook gewoon je best gedaan. Nee, maar ik weet ook gewoon dat jullie mij vertrouwen. Jullie willen met mij een bondje, snap je? Dan ben ik het of sowieso. Maar ja, slikken en doorgaan, denk ik. Ja. En we winnen en we verliezen met z'n allen. Dat jullie het dan zo überhaupt oppakken. Terwijl het echt gewoon... Ja, ik heb echt het gevoel dat ik jullie gewoon fuck uit heb genaaid, snap je? Nee, maar dit is niet. 6 uur. Maar gewoon, sorry, ik wilde deze zo graag ook pakken. Oh my god. Ja, dit is misschien ook precies haar weakness. Zo lang mogelijk iets saais doen. Ja. Ja, dat... Ja, kom wel goed. Ja, dat is ook goed. Ja, wat zou dat als nee, maar we hadden deze gewoon kunnen winnen en dan komt het gewoon... Door mij, we hebben gewoon het meeste energie. Ik wil me gewoon heel graag bewijzen tegenover die boys en dan ben ik weer degene die het dan verneukt. Na al die tijd. Man, zijn we gewoon de eerste die afgaan. Slecht, hè? Echt slecht. Terwijl je deze gewoon kan winnen, gewoon. Ja. We moeten er strakker op zitten. Gewoon bij dit soort dingen. Ik weet ook niet wat daar gebeurde, man. Misschien sloeg ze mis of sloeg ze niet goed of... I don't know. Het
is gewoon die focus, want staat ze wel keihard te blaren en zo. Ja, doet er niks aan, bro. Komt wel goed. Weet ik, maar het is gewoon even weer dit. Ja, maar ja. Oh, Sammetje. Mag je dan wel een knuffeltje van mij? Ah. Het belangrijkste is dat de ballon van A naar B gaat. Ja, hè? En van B weer naar A. Ik wil het eigenlijk ook wel gewoon winnen, hoor. Ja, ik eigenlijk ook wel. Kijk die onderkant bij ons. Ik dacht dat hij ging knappen. Maar dat tuchtje, zie je? Daar moeten we eigenlijk niet meer op slaan. Dat doen we ook niet meer. Kom op, hè? Ik heb het zo lang niet gedaan. Ik weet niet meer hoe het moet. Het is heel simpel. Je hoeft echt alleen maar... Giving stress. Hey, schatje. Ja, focus, guy. Goed zo. Ja, niet gaan zingen, niet gaan zingen. Tender maar. Ik wil het toch op mijn bankrekening. Op mijn bankrekening. Op mijn bankrekening. Ik wil het toch. De eerste verdienopdracht van deze cyclus is midden in de nacht begonnen en is al 10 uur bezig. 10 lange uren waarin de teams een ballon in de lucht moeten houden. Dat is... Bij de haaien ging dat mis door een momentje van onoplettendheid van Sam. De ballon van de slang is geknapt. Het gaat nu dus tussen de gieren en de vossen. Nou, dit hou ik zo nog wel 8 uur vol, hoor. Samen met jullie. Niet ik alleen, dat is een beetje gek. We zien elkaar, we voelen elkaar aan, communiceren goed. Gaat goed. Voorzichtig. Kom op, jongens. 250 punten. Jongens, rustig. Niet zo hard. Hou zachtjes tikken. Hey, nou, laat ik hem nooit meer los. Dan moet ik 2 dagen blijven staan. Als ze zelf maar op de grond vallen, dan gaat het niet. Nee. Nee, in geen week. Pak hem, jongens! Pak hem, pak hem! Komt-ie. Nee, los. Nee, jullie lopen te kutten. Weg, weg. Nee. Laat Denise. Ja? Ja. Pak je? Kom maar. Jongens, normaal doen. Oh, jeetje. Hartaanval. Moet toch een keer knallen, dat ding daar, zo met die nagels. Zij zijn veel te veel aan het bewegen, dus aan het lopen. Hun? Ja, dat is niet volhouden. Heb je daar moeite mee? Ja, nu wel. Ik zou ook een beetje rechtop zitten en zo. Dat helpt niet, ik kan ook gewoon zitten en slapen. Ik kan nu in alle staat zijn. Ik kan zelfs met mijn ogen open slapen, nou, heb ik het idee. Zeg dat maar niet te hard. Nou, kom maar, dan moet ik de uurtjes aan, hè. Mm-hmm. Nou, kom maar, dan moet je echt op... Even focussen. Maar echt, ik ben echt kapot. Ja, dus ik ga zo lekker slapen vanavond. Ik voel het. Hoe gaat het bij die kant? Je ziet wel, dat zit moeilijk. Ze hebben heel veel pijn. Ik ben ook kapot. Even binnen het slaan. Ja, ik zit helemaal in tijd naar te kijken. Oh, dat is heel goed. Ik wist wel dat de vossen taai waren, maar... Roma. Oh, ze moet gewoon opgeven. Dat doen ze niet. De gieren en de vossen vechten tegen de slaap. Maar ze krijgen vast extra energie als ze zien dat de eerste boodschappen zijn binnengekomen. Want het verschil tussen 100 en 250 punten is een volle voorraadkast. Ah, jouw hoor, sta boven. Yay! We zouden toch op... Hallo, let op, hallo. Hallo. Moet ik het overnemen? Wil je overnemen? Nee. Net? Moet ik het van jou overnemen of van jou? Nee. Zeg het maar. Voor mij niet. Sure? Kom, hier iemand!
Wat doen jullie? Ja. Oké, rust, rust. Zeg maar als ik het moet overnemen, hè, jongens. Hij gaat hartstikke goed. Jezus, Mirjam, zie jij er moe uit? Wil jij niet naar je bed? Nee. Nou, jij gaat er niet lang volhouden, zie je toch? Je loopt er knieën te gapen. Militairen slapen wel vaker een paar dagen niet. Mail. Oh mijn god. Wat? Mail voor de gieren. We horen net ook met een spannend. Beste gieren. Gerrit heeft de ballon 2 keer aangeraakt. Gerrit was heel even de focus kwijt en dat kostte gieren de overwinning. De vossen zijn daarmee de winnaar van de eerste verdienopdracht. En de haaien de grote verliezer. Zij beginnen deze cyclus met 0 punten. De slangen hebben er 50, de gieren 100. En de vossen staan bovenaan de ranking met 250 punten. Wat ongelooflijk trots ben ik op jullie. Oh. Zo binnenkomen en zo'n proef krijgen is echt niet normaal. Ja. Dit is echt niet normaal. Wat is hier gebeurd? Ja, ik weet niet waar dit over gaat. Dat jij die ding 2 keer hebt aangeraakt. Ja, nee, dat had ik door, maar ik weet niet wanneer of welke dat was. Maar dit zag ik niet aankomen, hoor, die dubbel. Maar ja, jongens, het is ook wel een beetje zo... Nou, we hebben nu 100 punten, we hebben niet 250 punten. Ja, alleen, tuurlijk. Het is wat het is. Maar je snapt wel dat wij een beetje teleurgesteld zijn. Tuurlijk. Maar, lieve schat, we zijn hier... hoeveel 16 uur zijn wij om dit te doen. Ik ben ook teleurgesteld. Maar op een gegeven moment is het ook wel zo van... Ja, het is nu gebeurd. Laten we in ieder geval wel die vibe gewoon goed houden. En dat we het gewoon goed hebben gedaan. Daarom. Ja. En laten we dat dan ook vasthouden. Voor mij zijn wij de winnaars eigenlijk, want dat is gewoon... Maar laten we dat alsjeblieft ook vasthouden. We zijn hartstikke goed, een goed team. Ja, dat hebben we vandaag laten zien. Goed gedaan. Dat vind ik het belangrijkste. Wat me wel opvalt is natuurlijk... Nou, we wisten natuurlijk al dat de targets zijn, weet je wel. Nou, en alles is tegen ons. Ja, wat me opvalt is natuurlijk Sam, Nick en Bo... die erg veel moeite hebben met ons feliciteren. Ja. Zeker bij mij, weet je wel. Ja. Dus ze gunnen ons denk ik ook echt het licht niet in de ogen deze maand. Nee, maar we zijn, ze weten natuurlijk dat wij het sterkste mondje zijn. Dat gaat wel blijken. Spannend, jongens. Ja, ja, dat is top. Maar nogmaals, jongens, echt... We gaan even wat eten. Echt fantastisch. Super. Helemaal. Echt. Lijpe dag, ouwe. Ja, ik ben blij dat het voorbij is. Ik ook. Echt heel blij. En echt top ook. Ik heb er gewoon zin om hem te slopen. Wie? Die vos, man. Hij zal niet heet zijn, maar warm. Lekker. Maar ja, ik ga wel nog even zuur zijn hier om je. Nee, joh, dan moet je laten gaan. Je gaat niks meer kunnen veranderen eraan. Dus hoe langer je zuur bent, hoe meer... Hij is lauw. Nee, weet ik, maar je moet wel even... Gewoon even echt je mag overnaden. Wel zuur zijn. Ja, tuurlijk. Wat denk je dat Gerrit kan? Nou, ik denk dus dat het... ik weet niet. Ik weet niet wat hij kan. Ik weet echt niet wat hij kan. Ik weet ook niet wat hij kan. Ik denk dat hij heel goed kan rekenen of zo. Maar hoop, maar het gevoel dat hij is zo'n rekenfreak of zo. Een wiskundig gek. De vossen hebben dik 16 uur tegen een ballon staan tikken en duiken lekker hun bed in. Moe van de gewonnen strijd en wetend dat 250 punten op de teller meteen voor de nodige rust zorgt. Boys, slaap maar goed. Een fijne dag. Ja, lekker slapen. Oh, ja. Heerlijk, man. Nou, wat gisteren? Hey. Wat? Brief. De krant is back! Woehoe! Jullie zijn helemaal hyped over een krant. Nee, ik wil gewoon een krant. Oh, je wil gewoon een krant? Ja, zodat de rest hem niet heeft. Dat vind ik leuk, want er zijn mensen die hem echt heel graag willen. En dan heb ik hem. Nee, nee, nee. Er staan lekker lieve slangetjes van mij. Nou, blikje. Wat zullen we eens doen met deze krant? Morgen gooi ik hem wel op taart. Ik denk dat dit het moment is. Heb je een horoscoop al gelezen? Nice. We hebben nu toch niks te verliezen. Ik denk echt dat we hier vanaf moeten. Oh. 3 duivels bij de open haard. De haaien moeten toch weten dat ze met deze actie gegarandeerd Robert en Eduardo op de kast jagen. Maar waarschijnlijk is dat ook de bedoeling.
zo lekker geslapen. Ja, ik ben zo gelukkig. Ja, dat is schattig. Kijk nou. We zullen één. Ja. Oh, je bent hier ook een stuk vergeten. Oh. Maar als ik ga douchen, is het wel weer weg, joh. Nou, ik zal maar goed je gezicht spoelen. Morgen. Kom daar, 2 minuten. Hallo? Nou, dat is wel weer een leuk. Oh. Die hebben ze verbrand dan. Ja. Hoorde ik. Ik word er zachtmisselijk van, die mensen. Ja, het is ook irritant, het schoon, maar. Ja. Maar ze gaan ons met alles tegenzitten. Ja. Nee, alleen maar. Ze zijn alleen maar aan het truiten. Ja. Dus ik ga echt de kranten begeven als ik er ben. Ja, precies. Want... Kranten Cartello. Is niet blij. Lekker voor ze. Ach, ik hoop zo dat we ze zo onderuit trappen, joh. Ja. Morgen in de Bondgenoten. Het gaat er pittig aan toe in het team van Mary. Heb je chilipeper overheen geslikt? Er ook bij. Oh, Mary. Goedemorgen. Ja? Fucking pittig. Daar kan ik echt niet tegen. Dat weet je toch. Ik hou hier gewoon echt iets van. Tot morgen.